Er is vanavond een nieuwe persconferentie. Er zal waarschijnlijk worden aangekondigd dat de mondkapjes in de supermarkt weg mogen. En premier Rutte is er voor het eerst niet bij. Wij zijn benieuwd wat de inwoners van Nunspeet daarvan vinden. Wat vindt u ervan dat vanavond de mondkapjes er waarschijnlijk weer af zullen gaan? Nou, ja, dat vind ik heel fijn. Want ik heb zoiets van, ja, het is misschien nodig, maar er zijn wel ondingen. Ja. Dan is... U was ze wel zat? Ja, ik was er heel erg zat. Ja. Ik bedoel, want ik vergat ze ook wel eens af en toe. Oh, ja. En dan heb je zoiets van, dan kijken de mensen in de winkel, kijken, Jan, dan denk je van, wat is dan de hand? Maar ik mag zelfs een mondkapje vergeten. Daar ben ik niet zo blij mee. En waarom niet? Dat ik toch echt bang ben voor de corona. Ja. Dus zal u hem blijven dragen, ook al zullen ze hem weer afschaffen? Ik denk het wel, voorlopig. Ik ben longpatiënt, dus ik heb, als ik het kapje op heb, dan krijg ik benauwd. Oh ja. En u denkt niet, het mondkapje kan me ook beschermen tegen COVID. Dat zal ook voor de longen misschien niet heel goed zijn? Nee, want ik ben al 2 jaar loop ik door het leven heen en ik hou me echt niet aan alle regels, maar tot nu toe gaat het goed. Dus, En wat vindt u ervan dat premier Rutte vanavond niet bij de persconferentie aanwezig zal zijn? Nou, dat vind ik een beetje slap. Serieus. En wat vindt u er slap aan? Nou, ik vind hij is de premier, dus dan moet hij er toch wel bij wezen, vind ik. Ja. Als een beetje afzwakt, komt hij eraan. Gaat hij weg? Waar is die goede man dan? Thuis? Oh. Ja, hij zal er ook wel een keer genoeg van krijgen. Net als wij? Ja. Ja, dat denk ik wel. Kijk, dat is ook weer zoiets. Die man had al 4 jaar eerder weg moeten wezen, want hij was toen weggestemd uit de Kamer. En ik kwam zo weer terug. Dus u zult nog steeds kijken, ook al is premier Rutte er niet bij? Ja. Je moet een beetje bij de tijd blijven. Kijkt u de persconferentie altijd nog? Nee. Nee, we horen mezelf al waar het over gaat. Ja. Maar ik heb daar verder geen behoefte aan, omdat die ellenlange verhalen weer aan te horen van waarom wel, waarom die niet en die andere wel, weer wel. Ik doe een poging tot. Ja. Dus als het interessant is, dan kijk ik. En als het minder interessant wordt, dan haak ik af. Dan zet u weg. Ja. Meestal wel, ja, vanavond niet. Ik heb avonddienst. Maar anders kijk ik hem wel, ja.